Dat is het dan. Ik heb nog niet gezegd. Met jou. Dat is ja. Voor de rest allemaal goed op tijd. Met jou ook een paar keer. Met jou. Ja, we zijn 10 trainingen binnen, die al is aan, en dan heb je te laat geweest. Standaard antwoord. Ja. Dus er is weinig discussie over. Tel hapjes. Ja. Een tel. Een tel. Ik ga hier een tel combinatie doen. De show duurt daar ook wel eens. Want die woont hier dan echt een hoek. Ja, voilà, dat is dan nog ergste en al. Dus, ja. En een tel. En een tel, ja. Ja, dat is eigenlijk fijn. Ja, ik ga ook al voor een tjel. Ja, die komt van zijn werk. De jaren komt ook altijd een half uur te laat. Ik geef training. Dus ja, de tjel komt ook van zijn werk. Ja, ik ben gewoon goed in 2 minuten te laat. Zeg. Ja, te laat, te laat. Tegenschoen zijn die zonder. Ja, dat is het. Training vind ik wel altijd op tijd. Maar dat zijn ook de enige plaats waar ik op tijd ben. Dat ik meter dat jij moet doen. Sorry. Dat is snel. Die is al 5 keer of zo te laat geweest. Ik wil me eigenlijk zeggen, maar dat is meer doordat ik training geef, dat ik altijd wel later ben omdat ik training moet geven en dan later. Ja, de Jolle, die heeft dat zelf ook gezegd, dat hem altijd wel 2 minuten later is. Oké, okay, 2 minuten van aanslag. De Jessin, die kon ik altijd te laat. Dat frustreert me echt keihard. Is dat dat ik ook? Die is gebied ook te laat met de mensen. Waarschijnlijk. Die is volgens mij nog nooit op tijd gekomen. Ja, in de paar keren dat we nu hebben getraind, dat hij toch wel een paar keer. Jij zei altijd trainen, die is altijd te laat. Is er, nee, op de match ook? Ja, dat is wel. De match, dat weet ik nu niet. Die is nog niet op tijd geweest. En dat is al 1 minuut of 10 minuten, maar die is altijd te laat. De gasten. Toppe gast wel.